De stream terug begonnen. Duizendhonderdachtenvijf, ik zal het in deze zin. Ah ja, dat is waar. Mijn grote generatie der stervende koningen. Ah ja. Ik wil eigenlijk niet terug. Ik wil niet terug naar Spanje. I don't want to go. I don't want to go. Wat wil dat dus doen? Opnieuw beginnen of wat? Nee, dat is... Ik moet maar een grapje. The fuck. Ah, dat is dat. Pik. Ja? Oké, normaal kunnen joinen. Dan zullen we dat eens direct proberen te doen, hè. Refresh. Er is één klein moslimstaatje nog. Omringd door mij. Fuck, Murcia. Laat me raden. Bob. Ah, dat is waar. 58 jaar, jee. Yo, sorry. Even terug. Paswoord is Bob, Malte? Ja, ik ben redelijk voorspelbaar op dat vlak. Dat is beter als een andere maat van mij. Die heeft al zijn wachtwoorden koekje. Ja. Als het minst van koekjes uit. Ja, kijk. Maar ik heb de laatste tijd echt pech gehad, jong. Met een vriendenkring. Holy shit. Eén met een appendicitis, één met een ontstoken darmen. Ik wil zeggen, de chance dat jij zelf niks hebt gehad. Jij kent mij al iets te goed, denk ik. Dat is de optimistische manier om ernaar te kijken. Ja, precies. Ja. En trouwens, is, ik moest... Allee, van de ene dag op de andere kon ik ook niet meer saven en zo. Dus er was een Windows update geweest en ik kon niks meer opslagen op mijn eigen PC. Ik kon niks meer laden. Zijn zeker? We zijn wel een legale Windows update? Ja, dat was een gewone legale Windows update, maar dat was gewoon niet verkeerd gesaved. Ha. En omdat ik dom ben en ik had geen backups gemaakt van mijn PC, heb ik eigenlijk alles van scratch moeten opnieuw starten. Zou ik ook eens moeten doen bij backups maken? King Juan Alfonso de León. Oh, ik denk ik nog maar 20. Oh. Ja, nee. Handig. Ja, omdat je nog maar pas gestorven bent. Omdat je 2 eeuwen meeging. Ja, fucking vampier dat je zegt. Ik kijk, mijn difficulty is. Man, je hebt 50 jaar met tyfus geleefd. Wat? Je hebt 50 jaar met een ziekte geleefd. Dat is bullshit dat hij nog zo lang leefde. Mijn difficulty is ook too easy. Je is 3% too easy. Ik heb 8%. 10%. Dat is een leugen, die voorspelling van moeilijkheid. Ja, maar volgens mij is dat wel logisch, hè, wat ze nu zeggen. Bijvoorbeeld, de van ons gedreven is Nick het beste bezig. En daarna ben ik het, maar technisch gezien, ik zit tussen jullie twee. Dus ik ben geografisch. Maar ik heb gezien... al heel de tijd rond de 8 en de 6% easy gehad. Maar dat heeft mijn generatie niet behoed van... Moordpartijen, ziektes. Nog geen koetsen, gelukkig. Geen moorddadige koetsen. Geen moorddadige koetsen. Ah, Philippe, why? Ik weet het niet, ja. Dit is de eerste keer dat ik erop start, dus. Oké, ik ben er. Ja? Oh, Philippe, toen was van die verschiet, jongen. Er is een mod voor Crusader Kings dat je eigenlijk gewoon science fiction speelt. Is dat? Ja, dat is wel leuk. Moeten we ook eens multiplayer doen, dan zijn de landen planeten. Oké. Nou, oké, hoe was het met mij hier? Nu begint weer de studie van hoe het inderdaad allemaal... Het valt nog mee, degene die met minst GRN is, maar min 67 en die zit in de gevangenis. Yes, ik ben hier nog in history aan het zien. Ik wil het niet weten, jong. Ik wil er niet mee geconfronteerd worden, echt. Weet jij nog wanneer we begonnen zijn? Echt moeten zoveel, of nog vroeger? Nou, vroeger denk ik, zo. Wacht, zal ik eens bij mijn eigen zien? Ik zie dat van mijn eigen heel gemakkelijk, hè. Ik weet dat ik er door een aantal zijn gegaan. 1040. Ah, een stuk later. 1040. Dus, als we naar u kijken... Ah, die had ik hier geplaatst, zeker. Ja. Oké, 1040, dus... Oh mijn fucking god.
Ik weet het, ik heb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kinderen gehad. Allee, 10 koningen. Waaronder ene baby don't hurt me, die onder verdachte omstandigheden is overleden. Oh, het is maar verdachte omstandigheden, wauw. Died in... Ah, dat is okay. De ene die died of poor health. Ja, en die had een verkoudheid. En ene komt maar thuis in zijn bed. Ja, ik moet zeggen, we zijn een gezonde familie. Ja, ik heb nog maar 4 koningen. Waarom haat iedereen mij? Ja, daar kan ik moeilijk iets aan doen, hè. Foreigner, hou je me... Waarom ben ik de foreigner? Dat weet ik niet. Misschien niet. Hebben ze je gewoon niet graag. Ah ja, juist. Crown Authority High, Centralization... Er is een adventurer die een aanval op mijn land wil doen. Ja, ik heb het er juist ook gehad. Allee, vorige spel, lang geleden. Nick, hoe houd jij je volk zo gelukkig met High Crown Authority en alles? Hoeveel geef jij weg van land? Veel. Als van heel mijn gebied enkel dat stukje dat afgezonderd is, zo in het noordwesten. Ja, van mij. Ja. Dat is hetgeen dat ik bezit. De rest is allemaal vazallen. Wauw. Dus jij geeft ook zo van die echte grote dingen weg. Ja, zoals, anders lukt dat niet. Ik heb maar 4 landjes, hè. Wauw, ik heb er 7. Ja? Ik heb er 7. En... Van die 7, dat is eigenlijk... Ik heb er 5 en in 2 gebieden heb ik er een tweede kasteel. Nu valt blijkbaar mee. Niemand... Allee, de meesten haten mij gewoon omwille van mijn traits. Wat ook wel aan de tand is. Oh, dat valt nog goed mee. Oh, omdat ik cruel ben. What the fuck ben ik? En craven. Ik ben een kindslayer. Huh? Ja, volgens mij die heeft iemand vermoord. Nee. Ik herinner me dat totaal niet. Het is lang geleden. Oh jawel, ja, ik was die kindjes aan het afmaken. Juist. Die dol komt back to me now. Ja, nee, dat was zo'n probleem met Cat al YouTube of zoiets. Ja, ah. Ja, dat is juist, ik weet het terug. Ah ja, niemand Murcia aanvallen op Spanje. Dat lijkt klein, het is niet klein. Ah oh, ja, ik zie welk? Murcia. Bij wat zit dat? Ah ja, dat zit bij dingen. Libië en zo. Ja. Kabilia. Nu, als de Moren komen, dan ik verdedig ons wel. Ja. Maar ik kan niet meer uitbreiden. Maar kun je met een boot naar Frankrijk? Ik kan technisch gezien oorlog verklaren op Dax. Herinner ik mij. Op wat? Dax? Dus dat is zo... Bordeaux. Ah, dat, ja, ik zie het. Bordeaux. Wat, doe het nu, ze zijn in oorlog. Ik weet het, ik ben aan het denken, kan ik het doen of niet? Op wie kan ik een oorlog? Ja, op u. Ja, maar dat wil ik. En nog eens op u. Yep, ik kan op Dax. En ik kan Carcassonne claimen. Wat de fuck? Gaan. Nee. Voordat de Holy Roman Empire nog uitbreidt. Ja, maar dat zijn echt monsters, hè. Maar eigenlijk, weet je, ik wacht er even mee totdat die een adventure gepasseerd is. Oké. Okay. Waarom haat jij mij? Wrong die... government type. Title claimant, wel, nu ga ik nooit happy krijgen. I'm a foreigner, leech is cruel, leech is craven, patient versus rot, kind versus cool. Well, there's no pleasing some people. Heb jij trade posts, yes? Nee. Waarom? Omdat ik was van Sima, blijkbaar kan ik u een embargo opleggen. Destroys all trade zones. Van u, al uw trade ik zones. Ik heb geen idee of ik dat heb of niet. Ik weet zelfs niet hoe dat werkt eigenlijk. Ik ook niet. Oh, ik heb er 5. Ik heb gelogen. Ik heb nog een landje. Ah. Dat is nou niet het verschil in macht, hè. Nee, maar... Ik denk er gewoon ineens... Allee, ik zie dat ineens. Van, oh, daar had ik niet naar gekeken, dus... Oh. Ah, dat is keep nummer 3. Ik moet altijd zien. Castle Town. Nummer 3, dat moet ik niet hebben. Galleys. Ben ik niks mee? Fort level omhoog. Ja, ik moet eigenlijk die oorlog nu doen, hè. Ja, als je van wil profiteren, dat ze...
in oorlog zijn, dan moeten we dat na in ieder geval doen. Wait, heb ik hier geen alliantie mee? Wacht, wat doet dit zelfs? Upgrade to keep. 3, levy size plus. Wacht, dat is keep 2. Hier is keep 3. Wauw, oké, dat is een verschil. Keep is altijd wel een goede upgrade, hè? Ja, maar ik was het verschil ontzien tussen keep level 3 en 2. En hoeveel man is het? Dat gaat van 15 naar 30% levy size in garrison size. Dat is de moeite, hè? Oh ja, daar wil ik al 400 goud even in steken. Ik kan het nu doen. Fuck. Oké, go. Fuck die mannen. Helpt jij aan mij of niet? Alleen, als ik moet. Ik weet niet, ja, mogelijk. Ja, ik heb wel knowledge, ik heb toch niet veel te doen. Ik heb toch niet veel te doen. Who are these guys? Oké, oorlog verklaard. You are the kingdom of Aquitaine. Oké, wat zijn uw allies? Wie zit hier juist aan het tafel? Wacht, ik kan het nou... County of... Wel, ze hebben geen grote... Wat voor claim heb je? Op heel dat gebied, of wat? Alleen Dax. Dax. We're sending thousands of men to their death for one little province. Ja, echt, dat is echt wel de meest miserabele provincie. Ik heb dat geen woord kunnen pikken. Hey, ik wil uitbreiden, oké? Zal ik wel... Als ik nog uitbreid, ga ik naar... Wel, hij is wel zwaar aan het verliezen tegen de Holy Roman Empire. God, die... Oh ja, ik... Maar zie, het punt is... Moet ik hem vermoorden? Wie? De koning. Van mij mogen jij doen wat je niet laten kunt, jongen. Ja. Allee, van Aquitaine. Blijkbaar heb ik 174% kans. Ja. Zeg, Jesse, mag ik eens een eerlijke vraag stellen? Oei, zware vragen, ja. Het gaat je veel bemoeid met ons getweend in deze save? Je wilt zeggen tot nu toe? Ja. Ik heb één keer op verzoek van u een familielid vermoord. Dat wou ik juist zeggen. Het is één keer mijn zoon vermoord, geloof ik. Nee? Ja, uw homofiele debiele zoon. Dat vroeg mij zelf. Dat heb ik u zelf gevraagd, ja. Ja, dat is het ongeveer. Dat is het ongeveer, oké. Okay. Je weet dat je nog 800 man bij mij hebt staan. 800 man? Waar? Oh nee, dat zijn van Aquitaine. Wacht, oei. Er is hier dus blijkbaar een viking... Die mijn gebieden zitten plunderen. Wat kan ik hier raisen van levies? Ik zal mijn troepen hier maar. Waar is iedereen in mijn council aan het doen? Nuttige dingen. Blijkbaar is mijn alliantie die ik heb met Frankrijk. Ah, dan is het niet erg. Te hel. Wel, er is een... De Franse revolte is ook bezig. Ja, ik weet het. Daar zit ik ook in. I'm a man of the people. What can I say? He's everywhere. Yes. He's everywhere and nowhere. Wacht. Ah, keep 4 kan ik nog niet aan. Moet ik misschien nog eens iets researchen. Keep. Oh, dank u. Dank u, Tunis. Technology points. Give them. Give them to me. I like your technology. All the technology. Guillaume seeks to kill Patrician Guillaume of Durgel. Oh, wereldde die. Oké, known plots, autostop plots. There we go. Oké, how much money do you need to kill? Don't you? You like it, don't you? You like it when I destroy your country. Wow, what? 10 minutes in? Sexual innuendos? Going great. Ik ben trouwens van plan deze, als we deze nog eens spelen, dat niet meer te streamen, maar dat gewoon op te nemen. Zo. Is dat gemakkelijker? Nee, maar dan kan ik een beetje controleren of er geen grote stiltes in zitten. Dan kan ik dat zo wegsnijden. Aquitaine is troepen aan het verzamelen in mijn land. GG. En attrition aan het ondergaan. Godverdomme, die Vicky hier. Hè? Oh, ik kan je niet vragen om te joinen. By the way, Jesse, ik ben niet in staat om je te killen als je dat wilt.
Wacht, wat zei je? Ik ben gewoon eens aan het kijken, wie kan ik al assassineren? En uw koning geeft bij mij 150, dus... Ah, for fuck's sake, oké. Okay. Who is it? Who in my court hates me and why? Ik zeg het maar, sorry. Apparently everyone, de... but why? Want de flik kan zien wie dat de meeste... Ja, maar kom aan, zie die dingen. Geef dan. Ja, oké, deze is nou even slecht, want dat is een familielid. Dus waarom haalt hij mij? Short Rain, maar Foreigner, als... Cruel, Craven, Rot, Honest en Cruel. Maar je hebt een clubfoot, of? Ja, ik ben een clubfoot. I'm an ogre. Hear me roar. Oh, I died. Well, that's a new record. Dat is een elf de koning dat nu, of? Ik weet dus echt niet wat ik fout doe, want ik geef zelfs landen weg. Je moet nog een tijd zitten met zo'n visieuze cirkel. Ja. Oh, well, one military. But 17 learning. I'm a mastermind, scholar, deceitful, craven, proud, arbitrary. Holy, okay. Holy shit. 186% nu. Wie is mijn vrouw? Ik word kwart ook zo zeggen. Wauw. Ik ga echt eerlijk zeggen, die lijkt op mijn bommen. Oké, wacht, nu al had iedereen mij nog meer, waarom? Short Rain of zo zeker? Too many hell dutchies. Oké, okay. We can fix that. Who wants a nice juicy duchy? You're 69, you're not gonna make much longer. What do you want? What is a sucky country? Sucky, sucky country. You can take sucky, sucky land. Alto Aragon. Oh, that. Take it. Oh, you were in my council. Oh, fuck that. You're my uncle. You're not getting anything. Ja, want als je eigen familie landen begint te geven, dat is echt een recept voor rampen. Hè? Ja, wel, ik heb tenminste niet meer over mijn domain limit. Mijn beste chancellor is een moor, die is fantastisch. Iets tegen mooren? Wauw, mijn spymaster zien we tenminste geren. Maar, Jesse, even ook opmerking, je hebt drie lunches van u die volstaan van Ibadi. Wat? Religion Ibadi. Ah, oké, okay, dat spul. Tja, ik weet het. Religie zou niks moeten uitmaken, maar ik vrees dat in dit spel wel uitmaakt. Ik begin moorden, echt, hè. Ik kon hier echt gewoon... Noord-Korea, hè. Ik ben er ver toe in staat, hoor. Ik ben er zwaar over aan het nadenken. Oké, okay, jij gaat opgevoed worden door die madame, dat die mij geren zie. Ik weet niet waarom dat iemand mij geren zou zien door opvoeding. Jij gaat opgevoed worden door... deze mevrouw? Oké. Okay. Maar papa, Ik wil helemaal niet naar daar. Wel, papa is even in een slechte bui, dus als je niet moeilijk wilt doen, dank u. King Jom of Aragon? Ja. Great. Ja. Jij zit in het gevangen, jij mocht geen land hebben. Ah, oh, mijn chancellor is al dood. Oké, okay, goed begin. Hop, hop, die is ook al dood. Dit is een vervloekt land, jongens, ik zeg het u. Neem het nooit in. Maybe you should call Barcelona Dijsselona. Wauw. Mayor, I will survive this common chancellor worden. Jij hebt het ook veel gebracht in deze wereld. Dude, uw namen zijn echt episch. Madrid los dios. Hou het alsjeblieft langer dan een jaar vol. Dank u. Mijn koningin is zo bezig van deze oorlog kan ik mij niet meer veroorloven. Ik heb hulp nodig van een vriend. We hebben veel te veel man verloren. Nul. Nog niet eens gevochten. Kan een probleem zijn. Too many hell duchies. Which duchies do I have? Smallpox. Great. Great.
Jij bent 42. Niet een old person. Niet een old person. Wel 42 is old. You can become... Wacht, hoe kan ik te veel Dutchies hebben? Ik kan hier eens een Dutchie weggeven. The game is lying to me. En hoe gaat het met uw oorlog, Filip? 0%. Ik ben gewoon dat landje aan het inpakken. Op mijn dooiste gemaxje. Niemand komt naar mij kijken. Het is van, oh, ik neem je de land over. Oh, oké, doe maar rustig. Geen probleem. Zie wel dat je thuis bent voor 7 uur. Jesse, mocht jij die geluiden? Ja, ik ben mijn situatie aan het beklagen. Princess not a pinaas, so no go of Aragon is now of legal age. Victory, yay. Oké, where is she? Oh, God damn it. Where is this number? Find characters. Search all. Penis. There we go. Because I'm a king's woman. You can marry matrilineally? Wow. Fuck all. Wel, ga gewoon naar Italië. Dag in de kost. Not a penis. God, wat moest ik jongens. Als ik wel eens kunnen zeggen dat mijn chancellor dood was blijkbaar. Wow, dat is deprimerend. Mijn beste chancellor die ik nu ga kiezen heeft 9 diplomacy. Mm-hmm. En dan zou eigenlijk graag spymaster worden. Maar zijn intrigue is 2. Wel, kom op. Je kunt laag beginnen. Dat zegt ze precies van in zo'n ene. Nee, de wielrenner heeft gezegd: ja, ik wou ik astronaut worden vanmorgen, maar als mama mocht ik niet met een auto rijden. Dus. Hoeveel geld heb je nodig? Wauw, oké, okay. Join me. Kunnen jullie mij helpen? Wat is er fout dan? Ik heb juist een oorlogsverklaring gehad. Van wie? Ake. Ake of Ake's host? Ja. Wat is hem? Geen idee. Zullen we eerst zien wat hem afkomt? Wie weet het hem aan priest? Ja, hij heeft oorlog voor Vizcaya gedaan. Oh, geef hem dat gewoon. Ja, ja, please. Dat is van mij. Oh, great. Factions. Who the fuck is Prins Martin zelfs? Prins Portugal. Martin? Dat is een van mij. Ja, ze willen hem als koning. Wacht, waar is hem? Echt. Die behoort tot die man en die behoort tot daar. What the fuck? Wacht. Well, Martin's gonna die now. Martin? Wie the fuck is Martin? Count Martin of Alcantara. Alcantara. Dat is niet van mij, dat is van een ding. Dat is die van... Oh ja, dat is van de Nick. Van de Nick. Wacht, over welk gebied gaat het nu? Alcantara. Nick Alcantara. Dat is vlak neven Evora. Ah ja. En zit hij niet zelf? Zet die in die slaap gewoon zo. Zet hem af. En waarom ze... Je wil dien op mijn troon. En dat mag niet. Sorry, dat klinkt zo erg, maar... Wauw, deze is gewoon één lange serie van pech geweest voor mij, deze. Deze game, ja. Moet nog gepauzeerd blijven? Nee. Ja, ik was een beetje in paniekmodus. Waar de fuck is die? Oh, we rennen dood. Oh, mijn chancellor. Oh, snap. Nee. Een van uw bisschoppen, Filip, is blijkbaar bezig met weer een claim op mijn gebied. Van bisschoppen? Ja, wacht. In rechts van Porto, in Braganca? Braganza, ja. Die Fernaoven. Bishop Eres of Chavez. Eres of Chavez. Oké, ik weet echt niet waarom dat die Aquitainers gewoon om dood gaan zijn in mijn land. Ik weet het ook niet. Het is goed voor de mensen in mijn land. Die in Chavez is een chancellor. Het is een Count Fernao. Ah, zie. Die, ja. Oh. Ik kan hier, wacht. Make his bishop disappear. Oh ja, dommer.
Die haalt mij uit, dus geen probleem. Ja, dat is toch een onbelangrijke bisschop. Ja, lowborn, dus... Oh, hij is... failed miserably in the troubles of... Zag niet. Voor de rest was dat perfect voor uw leven. Er is hier echt iemand te zout bij dat zijn. Oh, vind je? Ik wou dat hij... Ah, oké. Okay. Laat me tenminste weten dat die bomma dat kan vermoorden. Kom aan, bomma. Kom aan, bomma. Nu ben ik eigenlijk aan het vermoorden. Ah, mijn neef. Oké. Okay. Wacht, nee. Niet die neef. Stel je voor dat je vergist. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar de man haalt mij en heeft land. Dus dat lijkt mij geen goede combinatie. Nee, dan zet hem even. En ik heb één bekker. En die één bekker geeft mij 150%. Ah, waarom drinkt het erbij niet? Je heel onthouder, dat je ze. Waar is er nu eigenlijk die host trouwens, Filip? Ik heb geen idee. Die zit helemaal van boven in Denemarken. Wacht, is die helemaal van daar ontkomen? Ja. Het is wel heel snel dat de oorlog verklaarde. Die zit in dingen. Hij dacht, nu is het uiteraard. Kan ik op een of andere manier pingen rollen of zo? Nee, dat kan ik niet. Ja, in het onderste van Zweden. Nee, hij zit op die eilanden tussen het onderste van Zweden en Denemarken. Ah ja, wacht. Daar zie ik hem. Hoe noemt dat? Schaland? Als ik het goed heb. Ah, Schaland. Ah, oh, wauw, 70% diligent, 20% arbitrary, 10% learning loss. Go! Wat heeft hem gekregen? Oh, thank God, diligent. Mijn zoon of hè? Nee, mijn dochter. Ik heb geen zoon. Als ik sterf, gaat alles naar mijn neef. Mijn andere neef. Oh jee. Die een opinion van min 100 heeft. Wat mij niet verbaast, maar niet een goede reden om mij te halen. Zijn? Wel, hij krijgt alles als ik dood ben. Nog alleen maar claims op Vizcaya nog altijd. Oh, wat is dit bericht? Derde keer dat we proberen mijn neef te vermoorden. Jee, third time's lucky charm. We have been attacked in Skana. What the fuck, heb ik hier de troepen staan? Nope. What the fuck is Prins Sansa? Hey, dat klinkt iets van mij, maar het is een... Prins, of prins. Yes, oké, okay, die persoon is dood. Oké, okay, next in line. Nick, jullie burgemeester gaan mogelijk dood moeten gaan. Welke burgemeester? Voordat je hier begint. Laat maar. I suck at intrigue. Oké, okay, possible plot power 283. Go. Wie is deze man? Nobody. Je zit 70. Je zit depressed, slothful, trusting, gluttonous, cynical, greedy. En je zit for the sake of love. Well, you're not gonna live long in this world. Wow, 370. Well, he's dead. Gotta give away some land now. Making me do hard work. And the spymaster is dead. Oh, okay. Echt. Rip spymaster. Drie titels, behalve een gigantische kin. Congratulations, you are the new master of Alta Aragon. 3d12. Don't ask questions where it came from. Weer een dood of nog een nieuwe spymaster dood. Het is blijkbaar niet veilig om spymaster. Oké, ik kan een oorlog beginnen tegen Frankrijk omdat hem geëxcommuniceerd is. En als ik win, krijg ik piety en prestige. Frankrijk is mijn ally, hè? Ja, ik zou ook niet weten waarom ik een oorlog begin voor piety en prestige. Ik kan ook een hele oorlog beginnen voor... Wie is deze vrouw? Koekjes. Een van mijn prinsessen kan dan heel Frankrijk krijgen. Niet ik, hè, een van mijn prinsessen. Oh, hey, hey. Do it for the love. Ik kan mee Dax. Ik kan Dax krijgen voor...
Nope, ook een Kingsman. Dat is van mij. I don't want it. Oh, hij is bij mij, denk ik. Yep. Die neemt hem zo'n host. Yep. Army of Jet vaart. Hij staat daarbij. Shame niet. Hij is van Aachen naar Périgord gewandeld. Ah, hij is nog niet in Spanje. Nee, hij is bij mijn ander leger. Ah, oké. Okay. En heet hem veel? Dat waren 3000 man. Dat is een begin. Wauw, ik heb hier echt veel opties om mensen te vermoorden. Ah, zie, hij staat in... Die is helemaal terug naar boven gelopen in Bourges, stot hem nu. Seriously, nobody backs me in this plot. Jij ziet mij dood graag. Jij ziet mij minder dood graag. Jij ziet mij minder dood graag. Jij ziet mij minder... Minder. Jij haalt mij, maar je zit in de gevangenis. Ik denk dat we een cyclus vinden. Hm? Ja? Het is altijd van... Wij haten nu. Waarom is de Philippe zo geliefd? Dat is belachelijk. Omdat ik een vrouw ben. Ik heb vrouwelijke vrouwen. De Niekoek. Ja, maar ik kan hier een Dutchy refocus biedt ook via Intrigue. Dus ik denk dat omdat... Het ja, er is er weer een. Binnen Naughty Boy. Hoe doe je dat via Intrigue? Ja, dat behoorde toevallig tot de mogelijkheden. Maar het ding is, dus ik deel die altijd uit, die sommige van mijn Dutchies. Mm-hmm. Maar ik zie altijd wel dat er maar één Dutchie heeft en geen twee. En via heeft er nu blijkbaar toch één en twee gekregen. Welke dat? Die van Lisboa. Ah, en Alcacer dos Sol waarschijnlijk. Ja, die daar en dan van Seville eet hij ook. Wow. Dus die neemt wel vrij veel eigenlijk. Niet dat hem zelf... Nee, gewoon dat allemaal van zal van hem zijn, hè. Dus daar. Ik ken die van ergens. Zo niet zien wat dat geeft. Ik stuur hem een brief. Oh, fantastische bijnaam dat ik heb gekregen. Wel, Dutchie of Valencia kan ik weggeven hoe doen dus. De ill-ruler. Wauw, oké, ik had niet verwacht dat er iets uit ging komen. Wat? Ik heb een claim op Carcassonne. Carcassonne, oké. Okay. Nice. Dat is toch zo goed voor u? Ja, want al uw troepen gaan zo meteen dood tegen die van u. Ja. Doen, jongen, doen. Ja, wel, use it, ja, use it. Oh, oké, ik zit al heel de tijd te denken van mijn mannen zijn al heel de tijd aan het vechten en die verliezen geen nummers. Ik denk van, is mijn spel gebeurd? Nee, het is toch gewoon een fucking pauze. Hoe geef ik een Dutchie weg? Oh, is er een afscheiding? Nee, dat is gewoon die ene die niet mee wil trekken. Nick, hoe geef de Dutchies weg? Ik heb niet die optie precies. Grandland, je moet die Dutchies wel eerst gevormd hebben, hè? Je moet die titels zijn gevormd, zelf... want ik heb de opmerking, too many whole Dutchies. Wacht even, je moet zien, dus je heet... Wacht, hè. Je heet counties... Wacht, geef dus een voorbeeld van een Dutchie dat je... Wacht, ik ga wel, Dutchie of Valencia zou ik mogelijk willen weggeven. Dutchie of Valencia? Omdat dat een van mijn mindere... Ja, normaal gezien is dat gewoon bij Grand Landed Title. En wel, dus ik heb hier bijvoorbeeld... Ik neem dan een vessel gewoon, hè. Mm-hmm. En dan heb ik Grand Landed Title en dan heb ik alleen maar counties. Maar misschien moet je het aan een van de twee geven die daar een gebied heeft. Daar ben ik niet 100% zeker van. Hmm. Dat zou kunnen, dat weet ik. Ah ja, om de een of andere reden kan deze... I can give him the kingdom of Navarra. Which is not a bad idea. That is a terrible idea, actually. No, because it's sucky land. Ik heb een tweede claim. Ja, maar nee, dat moet niet. Als je dat kingdom weggeeft, dan wordt dat dan onafhankelijk, hè? Want jij hebt niet de overkoepelende titel ook vast. Dus dat wordt okay, dus blij. Als ik hem dat andere landje gewoon geef van Dutchie of Valencia, dan krijgt hij hem alleen die Dutchie. Ja, maar ja. Het ding is, als je zo'n kingdom weggeeft, je moet zien dat jij altijd de titel die erboven staat ook hebt. En volgens mij gaat een titel die erboven staat, gaat dat. Moet dan. Is dat Empire of Hispania of zo niet? Je moet dat eens moeten checken. Dat wacht, kan. Hè?
Wel, het heeft wel met een minus van too many whole Dutchies weggedaan. Dat is wel een plus. Wel een beetje minder geld in alles nu. Ik heb weer zo'n defeat van die stomme Noor. Toen wij gisteren een battle gedaan. Holy orders, hoe zit het daarmee? Ja, we gaan dat doen, hè. Voilà. Allee, kom maar. Is het gevecht slecht afgelopen, Filip? Nee. Ik heb gewonnen. Hij loopt nu weg, de Nederland uit. De flauwe kijk. Wacht, Kingdom of... Vecht met mij. Aragorn, Navarra. Ja, maar ik heb al een touchje weggegeven. Ja, maar je wordt die van Navarra wouden eventueel ook weggeven, hè? Of was ja. Er... Oh, Transylvam is no longer in sync. Ik ook niet. Shit. Nee, als je dat weggeeft, is dat kingdomsje, dan zet dat volledig, ja. Nee, ik heb niet gedaan, hoor. Oké. Save, of? Ja, save even, maar doe gewoon voort, hè. Ik bedoel, okay. Als, zolang het niet crasht. Zullen we dat ook niet, ja. Okay. That land is mine. Mine. Duizenden mannen voor zo'n 2 goudstukjes. Als het dat al is. Nee. Wel, dankzij u is het goed makkelijk worden op mijn kitijnen om te vallen. En daarna kan ik al terug oorlog verklaren voor een ander gebied. Zijn dit dan geen Outbreaker? Nee. Ah ja, zo, ja. Oké, ik snap wat je bedoelt. Het probleem is alleen dat we dichter en dichter bij een groter probleem komen. Wacht, deze is een belangrijke keuze. Hoe ga ik mijn taverne noemen? The Meat Fountain. Dat klinkt wel spannend. Of course, it's a fountain. Oh, is dat mijn van mij? Och, zot. Dat wist ik niet. Het is belangrijk dat je land kent, hè, Flip. Misschien een heel klein beetje. Eens zien welke onzalige wens spreekt mij aan. Goed, het enige dat niet mag is dat ik zelf mijn troepen ontladen zijn. Dat is al te vaak fout afgelopen. Nee, nee. Ja, en het is mijn verjaardag bijna. 27 april, 28 april, yay! Oh, tweede belangrijke keuze. Hoeveel salt? 10% salt, niet overdrijven. Gelukkig nog daar. Wel, Aquitaine, geen leuke dag. Hongarije zit ook Aquitaine wat kapot te maken. Oké, jij doet werkelijk geen enkel nut meer door. Oh, wacht eens. Allee, pauzeert nou. Hij is gepauzeerd. Allee. Ja, omdat ik het... Nee, maar wacht. Using your foot as leverage, you pull your sword out of the dead corpse of the last foeman to fall by your hand in battle. En jij een revolt, Mick? Ja. Ja, maar dat is gecontroleerd. Oh. Oh. Ik weet dat hij mij niet kan pakken. Welk entertainment? Gewoon alles pakken. Nee, ik heb er één niet. Traveling Bard. Geen een eunig kastraat die zingt en je ook geen prediker en ook geen zotte ezel. Okay. Oh, die zot is er. Ja, die is in Vestiviskaya aan het belegeren. Ja, ik zie het juist. Oké, okay, we gaan wel even moeten afsluiten, want ik kan mijn troepen niet meer commanderen. Okay. Helaas. Dus als jij het even kunt opslagen, Jesse. Ah, oké. Okay. En dan even, want... Ja, give me a second. Dat is een teken, zegt. Ja. Trouwens, Jesse, hoe lang is dit al aan toe? Niet zo lang, want uw balkje is nog niet ver naar beneden.
Oké, het is gesaved. Oké, ga ik er dan uit of? Ja, dus ook even heel het spel laden. Ja. Ja. Dat is echt een rotte. On fucking. Oh, en heb ik een zwart scherm. Hoera. Ik kon even naar beneden, wel even zitten drinken pakken als ik terug op start. Ja, het start inderdaad eerst op. Ja, ja, ik ben nog aan het wachten. Geduld. Ik moet nog eerst uitgaan. Doordat hem telkens de berichten bleef geven van display race, quit what you wanna do, liet hij mij niet gewoon eruit gaan. It's like forcing me to stay in the game. Yes, display race, quit what you want to do, cry in this corner, cry in that corner. Cry on the ceiling. Oké. Okay. Als je om het opstarten, kun je het drinken pakken. Ik zal nu ook eens opstarten. De Jesse mee als een revolte. Alleen nee, revolte zit hem nu niet meer. Hè. Nee. Ik kan, moet ik eens even heel eerlijk zijn, ik heb ene keer is iemand van zijn koningin vermoord, denk ik. Ah. Ik ben niet zeker. Ik ben echt niet zeker, maar ik vrees van wel. Twee keer. In, laten we zeggen dat ik... Die ook gedaan heb, maar. Nee. Ik had eigenlijk gewild dat hij wat langer leefde. Okay. Omdat ik ben met een andere scheme bezig. Dat 10 keer beter is dan. Gaat dat altijd door? Ja. Oh, nee. Je moet eens kijken naar zijn dochters en met wie dat die verloofd zijn. Oh nee, is dat niet? Nee, is het lief? Zeg dat niet magisch. Maar verder zeg ik niks. Maar ik kreeg er net ook het bericht dat het eerste huwelijk zou kunnen beginnen. Dus ik vraag me nu af of het nu met die safe nog net voltrokken is, of dat... Of dat motor is. Of dat het terug moet komen. Dat het waarschijnlijk zal als terecht terug oppoppen. Ja. Nick? Mm-hmm. Je weet, ik moei me echt totaal niet veel met Ellen, hè. Maar ik heb één beslissing gedaan in een tijd van ons grootmoeder, als je het nog weet. Ja. En dat heeft onrechtstreeks geleid tot een oorlog. Tot mijn echt in, dus jij zat toch helemaal links, hè? Ja. En dan hadden ze die ene in het midden. En dan ik rechts. Hè? En dan heel verder de rechtse Jesse. Jesse? Ja? Kun je die zak een beetje verder wegzetten van in de microfoon? Dat... Kun je joinen? Ik was ontlusten. Oké, ja. Ah, kunnen joinen. En, crunch. Het is redelijk ver, hè? Ja, het valt nog mee uiteindelijk. Ja, maar ik had dan aan mijn bomma gevraagd van ja, kijk, die middenste tussen ons, ik wil er een oorlog tegen verklagen. Doe jij dat ook? En die zo, oh ja, is geen probleem, bij wijze van spreken, hè. En ik kijk zo twee beurten die je verklaart van nu de oorlog. En ik is zo van, wat? Dat wou ik niet. Maar blijkbaar was de andere, die zei van, ah, moet mij niet de oorlog verklaren, maar die ene en die neef van mij, dus jij. Ja, waarschijnlijk ben ik dan als die andere gaan spelen, hè. Ik weet dat niet. Je bent nog altijd in dezelfde rol, maar je hebt gewoon die zijn dynastie overgepakt. Ja, maar ja, wij zijn van dezelfde dynastie, hè. Ja. Nee, je hebt zijn een titel overgepakt. Ja. Ja, want ik denk dat ik... Was ik uiteindelijk Kiri's een account of zo? Denk ik. Ja, jij wordt een account van mij. Ja, dat is juist. En dan heb ik u nog dat land gegeven.
Hij wordt zo groot. Ik ga heel eerlijk geven, ik ga ook heel eerlijk zeggen, ik heb je dat land gegeven omdat ik mijn reet schuldig voel. De moraliteit van het verhaal. Nee, echt waar. Is, jij bent niet wie dat jij bent. Jij bent I know. Of, King Juan Alfonso. Of Leo. 24? Maar zijn al een bijnaam eigenlijk, eens even zien. The Wise. Queen Vera The Wise en geen bijnaam. Ik ben nog te jong. Deze is mijn eerste bijnaam die ik krijg. Hè. Oh, toegegeven, deze is ook mijn tweede lange ruler. Kom, ik weet niet, even Hongarije. Is een title revoken. Deze is een rare combinatie van eten. Wat is dat? Chicken chips met koffie. Oh, fuck me. Ah, ik had een huwelijk besloten. Ik weet niet meer met wie, maar oké. Okay. Ik ben vergeetachtig. Wie is die getrouwd? De prins van Andalusië. Oké. Okay. Ja, man. Ah, wauw. Wacht eens even. Wie is er weg? De Nick. Nick disconnected. Is een... Nick hoort ons nog? Nee, die is weg uit Skype. Die is weggevallen. Die is gewoon compleet. Oké, okay, safe. Yep. Zo geloof ik nooit aan Carcassonne, hè. Gewoon met er eeuwig blijven aanstaren, zo, die 1 centimeter over de grens. Ja, man. Ja, dan moet ik er nog eens... Ah ja, jij weet dat... Dus van de vrijdag, dat is geen judo. Ah, oké, ça va. Dus dat is gewoon niet gewoon drinken in een BP. Ja, perfect, dat is goed. Moeten we terug uit dat spel, zeker? Hoogstwaarschijnlijk wel, maar we zullen eerst zien of het zo gaat. Ja, wel, dat gaat niet zeker. We zullen dus eerst wachten dat hem terug reconnect. Ja, Skype kan hem reconnecten. Mm-hmm. Nee, maar ze hebben tegenwoordig goede mods. Ja, precies. En hoe gaat het met de wereld? Holy Roman Empire heeft wat problemen. Is dat? Oh, wauw. Shit. Dat is zelfs niet gemerkt. Een paar revoltes. En wel, ik hoop dat die winnen. Echt. Ik wil dat het op elkaar valt. En 2 oorlogen. De ene tegen Brijs. Tegen de Petty Kingdom of Brijs. Ah, die is vlak boven Aquitaine. Ah, daar. Ja, hier. En een revolte. Ja. Valt toch mee, hè? Wie is de king van die revolte? Is Nardo de Unready? En die heeft geen titel. Aha. Ja, dat gaat echt gebeuren. Hij heeft niet veel goud, koning van het Heilige Roomse Rijk. En maar 100 goud. Ook maar 8000 troepen. Ja, maar die heeft wel een machtige snor, hè? Yes, the mustache makes it all. Yes, the mustache. Hey, mijn Queen Vera, die had die winst voor zo'n snor, hè. Flip, alsjeblieft niet. Uw Queen Vera ziet er nog redelijk deftig uit met wat de portretten in dit spel kunnen zien. Echt, hè? Eigenlijk, ik ga eerlijk toegeven. Ik vond het nog wel best goed. Alleen jammer dat je een kindslayer zit, hè? Ja. En uw zoon, op wat trekt die? Telsen. Wel, hij gaat kindertjes geven. Hij gaat wat? Hij gaat kindertjes geven. Hij is lustvol. En hij scart. Ja. Wauw, hij heeft redelijk goede trades. Mm-hmm. Zijn economie is ook al goed. Mm-hmm. Dat wordt mijn volgende koning. Ja. En hij heeft nog een zus, blijkbaar. Hey, ik heb... Mijn Vera is al... Ja, een halfzus is dat. Nou, en Nicky heeft ook een paar kinderen. Interessant. Allemaal interessant, ik ga nog in mijn notitieboekje.
Nog altijd niks via... Ik hoop dat niks zwaar is uitgevallen bij hem. Ik hoop het, ja. Je weet, een hele plon gesprongen. Hopelijk niet. Kijk, nu is het niet tijd voor de niks aan land is deftig te bezien, natuurlijk. Hè. En wel, ja, kun je alles goed zien. Hij had een klare volte. Hoeveel heeft die man van de troepen? 319. Dat is al. Zie, dat is echt zo funny, hè. Dus dan, als je nou deze history gaat zien van deze land. Ja. Die zijn eerste twee koningen, die zijn verdwenen, hè. Weet je dat nog? Ja. Die is eerst begonnen met zo'n Sanchez of zoiets. En die heeft een zoon, Nicolas. Maar dan zijn die weggesmeten. En dan is hij verder gaan spelen met de zoon van die Alfonso. Ja, hij heeft ergens een raar sprong gemokt van... Van dynastie. Dat is echt bizar. Nu, voor de man die begon met de meeste malchance, is hem goed geëindigd. Ja, dat kan. En jij zit ook redelijk safe. Nou, ik zit safe, ja. Ik heb mijn eigen goed ingedekt. De hel? Aan de sleeuw, oké. En nog altijd met Engeland. Er is hem terug. Oké, ik ben er terug in. Yo. Terug in het spel ook, of? Moeten wij resetten? Nee, ja, ik heb mijn computer opnieuw moeten opstarten. Wauw. Ik weet niet, ineens was mijn internetverbinding weg en als ik keek tussen beschikbare netwerken, stond het netwerk er ook niet tussen. Dus, nou, bij het erop starten hadden we het wel terug, dus... Oké, dan save ik nog eens en dan kutten we er nog eens uit, hè. Nou, pak dan terug diezelfde save. Ik bedoel, anders heeft die computer weer de belachelijkste dingen gedaan bij mij. Dat is elke keer. Die niet veel kunnen doen, zo. Ja. vanaf het moment dat jij eruit wordt, ging dat pauze, hoor. Ja, mag je toch van de C, want ik heb er zelfs niet in gezeten, Nikke. Oké, ik zal zien. Ik hoop het. Ik hoop het. Allee. Het Steam dat... We waren juist om te bespreken van hoe dat de wereld ineen zat. Dat klinkt zo filosofisch als je dat zo ziet. Nee, we waren zo stiekem waren wij aan het ontroeten voor die mannen van de Heilige Romeinse revolte. Ja, we denken niet dat veel kans heeft om te slagen. Nee. Want met die 100 goud had hem wel heel veel troepen kunnen doen. Still, go. Ik wil echt dat de Heilige Romeinse Rijk uiteenvalt. Echt hoor. En door wie gaat het dan vervangen worden? Nee. Ik bedoel wat? Subtiel. Wat gebeurt er als een van ons het Heilig Roomse Rijk sticht? Dan worden gewoon de winnaar. Maar dat kan toch niet? Nee, omdat er al een Heilig Roomse Rijk is. Maar als dat wegvalt, kun jij die titel verkrijgen. Dus blijkbaar een nieuwe optie. Cool. Ik moet zeggen, deze is een heel stuk minder stresserend dan gisteren met de Kai. Maar... Wat was het? Wel, meneer speelde dus wat Magic met ons mee. En we dachten, oh, hij moet dat nog wel leren, dat spel. 3 keer van ons gewonnen. Fucking hell, man. Ik had hem nooit moeten leren dat hij zijn kaarten moest lezen. Dat doet het toch niet? Je gaat toch op de printjes af? Ja, wel, dus. Zeker koek, maar geloof me. Deze 23 juni. Load. Ik hoop dat uw internet niet nog eens flipt. Ja, ik genoeg. Ja, en anders zullen we gewoon naar onze commentaar moeten luisteren. Als ik geen internet heb, ga ik via het internet over Skype naar jullie commentaar. Ja, oké. Okay. Ja. You really didn't think that went through. Ja, yeah, I did. I'm a genius. Nee, hij bedoelt dat je morgen dan de VOD kunt zien. Nee, maar trouwens, ik denk dat het iets gemakkelijker is voor mij om het gewoon te uploaden. Ja, dan moeten we dat doen, hè. Ik zit er al een tijdje aan te denken om dat te doen.
Eigenlijk zouden stemmetjes moeten doen voor elk personage in hun spel. In dit spel is dat misschien iets overdreven, maar... Ja, echt, hè. Elke vessel. Nick, joint je? Ja, het is nog aan het opstarten, maar... Oké. Bij hem duurt dat langer, dat is de eerste keer. Oh, nou, mijn PC is ineens terug mega snel. Mijn wilde. Het is gewoon van scratch begonnen terug. Ja, dat was echt grappig. Dus al die files die stonden nog geïnstalleerd op mijn PC. Maar niks werkte nog van snelkoppelingen, dus ik moest alles eraf smijten. Hmm, dat is een heel rare situatie. Ja, dus ook de het programma voor mijn grafische kaart, het programma voor mijn drivers, ja. Voor alles. Het enige dat nog werkte was mijn muis. Oké, zeker. Ready dan, hè? Nick, heb jij ooit eens niet met Perm gespeeld? Ja. Ja. Ja, ze doen het goed. Holy shit. Zo goed heb jij het nooit gedaan, volgens mij. Wacht, ik moet terugdenken wat ik juist... Maar ik denk dat ik zat waar die Novogorod nu zit. Nou, ik weet alleen dat jij in Bien heel veel last hebt met erfkwesties. Ja, elke keer was mijn... Silvam is not ready. Oh, sorry. Niet knopje gedaan. Oké, okay, here's hoping it doesn't crash. Sorry, ik word een beetje gespamd. Ja, dan is die stream. Stop maar later. Waiting for players. Yes, looking for host. Ah. All players here, start. Oké. Voor de derde keer ga ik deze leger aanvallen. Voor de derde keer ga ik deze huwelijksverzoek zien aanvaard worden. Wacht, jij leeft nog. Waarom leefde jij nog? Soms gebeurt dat met mensen dat ze nog leven. Ja, maar dat is niet correct. Er is zoveel niet correct in deze wereld. Nick, vermoord uw prins Martin of Portugalis? Nicky. Is dat die ene die was? Van Alcantara. Ja. Die is juist helaas niet in revolte gegaan tegen u. Stuurt hij eens naar de frontlinies met 20 man of zo? Allee, ik vraag nou toch niets moeilijk. Nee, het is mathematisch ook gemakkelijk. Ja. Wel ja. Blijkbaar is dat wel dus een efficiënte... manier om mensen kwijt te geraken die gewoon met een paar mannen op de frontlinie sturen. Het probleem is alleen als ze het overleven. Dan zijn de battle-hardened veterans. Zo one-man's armies die terugkomen. Je stuurt ze een bom van 80 om te sterven en die komt zo terug. It's mine, all mine. Wauw, er is één grote X precies in het land. Waar dat een schatkist ligt. Wauw, das. En wat levert das op? 9-7. Niet slecht. Wat levert Carcassonne op? Kan ik niet zien. Ah. Godverdomme, ga weg. 29. Wie is er dood? Mijn Stuart is doodgevallen. Je kunt uw oorlog met die Viking, of die Noor, beëindigen, hè, Filip? Ah ja, ik zie het. Just... No, he wants to keep on. Killing all the people, plotting against me. Putting daggers in their eyes and spoons in their cloche. How's it going, Hungary, fellow buddies? Fellow siege buddies. We're doing fine. Wow, the Hungarians sound very, very robotic. Wacht, wat doen die hier zelfs? Waar is... Van hoeveel is die hier al gekomen? Wow. Waarom zelfs? Blessings upon you and your house. We request that you honor your obligation and answer this call at arms against King Juan Alfonso of Leon. Declining would cost zero prestige.
Pardon, wie heb jij in de oorlog meegeroepen? Brass. You called him Brass. Okay, you know Brass is currently attacking the Holy Roman Empire, right? They're kinda busy. Ah, oké, okay. Ik dacht al, ik zie zo naar mijn geld, zo. En waarom krijg ik zo weinig geld per maand? That's right, I'm fighting a war. I forgot. Oh, ik was gewoon 500 men vergeten beneden in mijn land. Oké. Okay. Wat doe je al daar? Zelfs meer dan 1000 men gewoon dat ik vergeten ben in de oorlog te gooien. Kom maar, revolte tegen Nick. Ik zit al op 77%. Ja, not even a hope. En hij is, ik denk dat hij nog 300 man in tot, nee, 400 man in totaal heeft ofzo. En ik sta hier met 10.000, dus... Hij heeft nooit echt een kans gehad, hoor, Jesse, dat was... Dat was een illusie in mijn hoofd. Dat was ik die een latere mogelijke revolte de kop in aan te drukken ben, voordat ze zelfs nog maar de mogelijkheid had om uit te groeien tot iets wat meer dan een splinter in mijn kleine teen kon worden. Oké, een kleine teen. Ik zie hier al mijn facties aan het uitmoorden. Ik word grootmoedig, ik ben zo trots. En houdt iedereen van mij? No, not at all, why not? Waarom haalt jij mij? Oké, stop met verspringen, dan kan ik tenminste zien waarom het mij haalt. Kan ik niks aan doen? Gaat het weg. Al die berichten. High Crown Authority will deal with it. Min 100, waarom? Because I am ambitious, minus 50. That's kind of unfair. I mean, the man that's been stuck in jail for like 10 years doesn't hate me that much. Welk was nu hetgeen dat het meest geld gaf? Een city, hè? In een castle, hè? Of een holding, van holding. Nee, een city geeft city. City geeft mis? Ja. Denk je? Maar je moet eraan denken, dat hangt af van de belastingen die je heeft ook, hè. Omdat city kunnen niet zelf rechtstreeks besturen. Ja. Oh. Wat zou die gaan... Wacht, hier, ik kan dat zien. Castle Town geeft op zijn eigen 4. Ja, maar dat is in een castle, hè. Dus als je een castle... Ja. Dus in een castle kun je castle towns bouwen die ervoor zorgen dat je... Die daar de belastingen verhogen. Ik denk dat je het meeste verdient toch met castles, hoor. Wat even, wacht, hè. Ik ben nu een castle aan het beelden, is geen probleem. En ik kan het castle AK noemen. Nee, cities leveren altijd wel meer geld hoor, op Orias. Okay. Anders zou er geen enkel reden zijn om cities te bouwen. Jezus, meer facties. Why? It's not like I'm doing something wrong. Just murdering people. Kom maar, 332%, dat moet toch eens lukken. Dank u. Ja, not discovered. Iemand heeft al gezegd dat ik het was. Great, nu ben ik een no-murderer. Wel, aangezien dat ze het toch al weten, kan ik even goed voortgaan. Wat hebben al die dwergen tegen u gedaan, joh? Ah, no, oké, okay, I get it. No murder. Oh, man, sorry. Oh, yes, arbitrary weg. Ik heb een leger van 11.000 man. En ik heb er gewoon zicht van, ik weet niet waarom, maar... Dat is u graag zien. Het is het leger van koning Knut. Oh, Knut. Al een dier. Oh, ik zit de Knut. Is het goed met de Knut? Ja, oké. Ik snap totaal niet wat het probleem is.
moeten. Somebody help me revoke this man's counties. He's been in jail for like... Hoe lang zit hij al in de cel? 25 jaar zit die man in de cel en nog heet hem zijn landen. Zeg, Nick, ik vind u een hele lieve buur, hè, maar wilde jij plunderaars eens bij wijgen houden? Ah, dus is bij u, ja, vandaar dat het is niet dat ik hem klaar. Het probleem is dat ik niet goed weet hoe dat je die kunt verslaan, want die, tegen dat ik mijn troepen daar had, trokken die zich terug naar de zee. En op het water kun je niet vechten, denk ik. Hè? How about nee. Dat is de manier om, waarom dat Vikings zoveel verdienen in het begin. Het enige wat je kunt doen is je leven is er snel oproepen. En ze bezighouden. Kom aan, koning van Aquitaine. Just accept it. We can be friends. What's your opinion of me? Minus 47. Valt nog mee. Apparently even that man knows I'm a murderer. Does the Pope know you're a murderer? I'm gonna check. Wauw, de paus zit een beetje in de buurt en revolt. De paus is aan het vechten tegen het Heilige Rooms Rijk. Nice. Het Heilige Rooms Rijk is precies niet zo heilig en niet zo rooms. De paus vindt mij dishonorable en vindt mij een no-murderer. Ja, oké, wat zegt de paus van mij? State diplomacy, very good, very good pity, but no-murderer. Oh, oké. En hij heet de pokker. No, people, I know you don't like this, but I'm gonna need some feudal taxation here. I'm gonna need some feudal taxation here. I'm gonna try it. People are gonna hate me for it, but it will give me money. And with money, I can buy mercenaries to kill people who hate me. Nothing wrong with my logic. One child lacks a guardian. Well, what are we gonna make you, Margarita? I should find somebody. Wel, ik heb geleerd mijn king's people geen intrigue te geven. Nick, wat heb jij voor centralization? Zo hoog als ik kon, denk ik. High. Okay, omdat ik Max nog niet ken. Het feit dat je al haaien, is van niet zo veel, vind ik. Dat is zo belachelijk als dit, hè. Die heeft echt geen troepen meer. Het is gewoon zo, om zoveel tijd dat hij zo in drie gebiedjes zo is 50 man kan oproepen, omdat hij zijn levies is gereinforced. Maar, en ik zit hier dus nu te wachten totdat hij eindelijk een keer van die 100% is geraakt. Je krijgt ticking war score, hè? Ja, maar toch niet veel, hè? Nee, maar ik krijg het wel. Ik kon die wetten ook nog high zetten. Can you handle it? Doom, 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 doom. Oh nee, niet zo beginnen, nee. You're greedy, fuck off. Yup, they did. Oh, deze is wel leuk, hè? Oh, deze is wel leuk, hè? Okay, so first, I am going to release this man. Release from prison. There you go, enjoy your life. Oh, give me your country. Just accept it. Hoe noemt hem? Degene van wie de hele... Well, apparently he doesn't accept it, I swear to God. Empuur has been a thorn in my side for too long. Die Berenger en Mon, of hè? Ja! Wie? I'm gonna let him be led by Bishop Ponk Hug of Saint Cuga. De man heeft wel 20 military, lach niet. Het
scheppers? Die heb ik niet zelf genoemd en die man heet gewoon zo. Even kort, jij hem gewoon Ponkuk. Ik vind het een beetje beledigend dat je die man ziet uitleggen, Filip. Ik niet. Come on, Ponkuk. You're doing it. You're doing it to the best bishop of the world. Oh yeah. Kill those heathens. I mean Catholics. I mean what? Ik zweer dat één stukje county is al 20 keer in de volte gekomen. Gewoon deleten van de map, ja. Ik wou dat ik het kon echt. Zo'n aparte gevangenisstad. Ja. Wat? Weer problemen, Nick. Is het weer moeilijk? Oh, 99%, you have gotta be kidding me. Trouwens, uw koning moet mijn madame echt niet hebben, hè? Ik? Nee, nee, die van de Nick. Oh, maar dat is toch raar, want heb ik u niet opgevoed? Ja. Wel, je hebt het verkeerd gedaan, hè? Nee, nee, uw of mijn vader heeft u opgevoed. Ja, hij zal meer van u gehouden hebben of zo waarschijnlijk. Want uw koning is jonger dan die van mij. Ik zou eigenlijk graag deze oorlog eens beslechten, want nu doet Mead nog mee. Het weg. Doe al die berichten uit mijn weg, ik wil iemand achtervolgen. Godverdomme. Wie doet er nog mee in deze oorlog? Die revolte wat je tegen een feit zei, Nick, die heeft ook ineens een oorlogsverklaring gehad van de een of andere sultan. Wauw, Ierland gaat zich mengen in deze oorlog, wauw. Drie landjes van Ierland gaan zich mengen in mijn oorlog met Aquitaine. Nice. Als ze dat wil. Verdomme. Mag dat even. Wanneer kan ik deze land nice, de oorlog verklaren? Waarom? Houdt iedereen nog van mij? No. Wel, ik moet eens stoppen met deze oorlog. Begint door te wegen. Oh, wat serieus? Moet ik nog echt jou wachten? Waarom? Oh, van de stroosbreker. Ja, je moet dat doen, hè? Min 1800 prestige? Prestige drijf, no way, hè? Dat krijg je wel terug. Ja. Dat krijg je me gelijk terug. Doet je, dat is een cijfer dat jij niet kent bij prestige. Ik heb het ooit gekend in een lang verleden tijd. Ah, ik kan niet upgraden. Noble customs, that is a necessary upgrade. Oh, die oorlog blijft duren. Ah, denk u, die zijn tenminste katholiek geworden. Wow, 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 wat is dit? Is granted absolution. Oké, okay, ik ben hier echt over op maal, denk ik. De paus heeft mij absolutie gegeven. Ik heb twee opties. Ofwel glory to God, min 200 goud, plus 50 piety. En de paus ziet mij wel liever voor 5 jaar. Of gewoon niet betalen en min 10 voor 5 jaar, van mijn opinion. I am really leaning towards the greedy side here. Yep. Wauw, het is de paus. Who cares? Ah, fuck it. Glory to God. I love you, Pope. Pope Sama, let me lick your balls. Wel, deze is opgenomen voor het publiek voor alle eeuwigheid. Ja, kijk. Of dat gaat hem er wat uitknippen, dat gaat zo. Oh, beep, 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 beep.
Nu gaat het met de Nick. Nog altijd al de rust. Waar ik hem kan vermoorden, hij is zelfs trusting. Oh man. Ik was het vergeten. Wij worden vergeten. Okay. Hoe ik die mannen van Vizcaya had. Just that one country. Ja. Dat is net zoals die ene van u. Wacht eens, wat heb ik hier nu? Prisoners, heb ik die nee. Heb ik dan die een titel? Duchy. De fuck? Oh mijn god, de Ieren zijn hier gerokt. De Irish. In de Golf du Lion zijn ineens Ierse boten gezien. Wat? Die zijn aan het disembarken. The fuck? De jongen. Waarom zijn die gollen zelfs al meedoen? Hoeveel mannen die gollen? Genoeg voor een voetbalploeg. Oh, ze hebben 2000 man. Dat is toch iets? Dat is te veel. Wat zit die gollen? Goed weg. Ga weg, ik ben niet geïnteresseerd. Oké. Wel, ze kunnen niet veel doen, want ze hebben niet genoeg mannen om te belegeren. Oh. Ik heb echt goesting om Moersia aan te vallen. Doe dat dan nu? Gewoon doen. Ze zijn toch in oorlog. Doe jij meer? Nee, ik ben bezig. Doe er iemand aan. Trouwens, het is dé moment, ze zijn aan het vechten. Nick, doe jij mee? Nick doet altijd mee. Ja, absoluut. Voor Moesje? Ja, wacht. Laat me hier eerst. Ik moet eerst even een titel wat weggeven terug. Ruler. Hoeveel man hebben ze? 5000 man. Oh, volg mij. Hoeveel man hebben hun vrienden? Hebben ze vrienden? Ja. Geen belangrijke. I've got you guys. Yeah, we're with you all the way. Allee, hoe lang gaat dat nog duren, Eda Molina terug? Gewoon fucking katholiek is. Dat is al fucking heel het spel dat die priester doet met zijn gat tot te schudden. Ik had er juist echt chance. Dat is op 1 jaar geklaard. Nu dat andere dingetje. Wauw, ik heb 5,34% kans per jaar dat dat lukt, zo'n conversion. Dat ging op die eerste jaar. En hoe gaat het met de paus? Alles goed, pauwpie? Paus. Wauw, paus heeft de pest een beetje. De paus heeft de grote pokken. Nice. Mooi, dat zie je mij, Gerden. Ik zal dan een keer geven. Echt moet. Come on, sterf alsjeblieft. Nick? Ja? Are you gonna join? Oh yes, I'm get your knickers in a twist. Count you. No. He likes his knickers in a twist. Oh nee, niet de mazzel hoor. To the fetching with Vera. Well, you really don't like me. No, you apparently not. Blijkbaar zijn jij nog altijd aan die venten tegen een of andere rebellie in Frankrijk. Tegen wie zijn we nu aan het vechten? Maar tegen een nieuw. Het is altijd plezant om te weten tegen wie je aan het vechten bent. Oh, fucking Irish, seriously. En het is voor de... voor Moersen. We're gonna do this, Irish. We're gonna do this. Fine. Fine. Never like you people. Never
liked you people. Hey, goeie whisky is goeie whisky, hè. Oh, ik heb iemand gecaptured, blijkbaar. Oeh, ik weet niet wie. Force the mounts. Dank u. Man, dat was een lange oorlog voor niks. En deze gaat naar... Man, ik moet mijn gevangenis eens zuiveren. The great cleansing. Your courtier. Grand Lighted Landed Title. Carcassonne. Here you go. Have fun. Oké, dat is dat. Nu die revolten afmaken en dan terug mensen gaan afmaken. Mm-hmm. Mm-hmm. Sounds like a plan. Ja. Klinkt aangenaam. Wat ga je dan doen? Ga je al je mannen met boten overbrengen? Hm? Ja, voor de warscore neem ik aan dat je meer gaat met hem innemen dan alleen landje. Ja, nog niet echt aan gedacht. Je kunt, Come on, ik wil deze oorlog eindigen, alstublieft. 98%, stop teasing me. Stop teasing me. Come on, it's starting to cost money. Seriously, just drop that. Echt een 90% in godsnaam. I'm gonna be here forever. What's gonna happen? Oh, Daisy. Dan is mijn dochter volwassen geworden. What the fuck, ik heb min 90 goud. Wow, what happened? Ik weet het niet. Dus juist had ik toch genoeg? Je verliest 16 goud per beurt. Uh-huh. Hup, weer een revolter. De Aquitaanse revolte. Ja, it's going swimmingly. Ik zou uw leger maar snel disbanden binnenkort. Ik weet het. Aardebroeken. De niks zal het oplossen. Already, ja, wacht eens. Hoeveel troepen had je er eigenlijk in zitten? Want, oh. Die viel mij echt niet aan, dus. Ons weet u maar. Come on, geef op. Geef op. Heb ik niet ergens iemand die ik kan extorteren of zo? Iemand bandje? Ja. Ah, ja, 100%. Dank u. En voor de mans. Dank u. Dank u. Dank u. Legers, weg. Eindelijk. Fucking hell. Land. Wie wil er land? Jij zit al een heir? Jij zit al een meer? Jij zit al een barrel? Van u? Wie? Die ene van wie dat je dan nu juist allemaal gestolen? Ik denk het niet, want het was zijn laatste titel. Ze is een weg of hè? Ja, ik hoop het. Allee, je zit hier met een bak, denk ik. Oh, wacht. Kan ik je gaan zien wie dat er in uw bak zit? Time in prison. Nou, hij is nog een heir. Nee, dat is een andere. Nee, hij is weg. Hij is gewoon verdwenen. Godverdomme, moet iemand hem om de land om te geven. Invite noble to court. Ah, hier. Geef mij die noble, nu. Need it. Need it nu. Need it nu, not yesterday, today. Die is er nog, zo. Ah, hier. Grand Landed Title. Empyrie, alsjeblieft. Oké, nu de andere problemen. Oh, mijn court chaplain is dood. Wel, dat komt er van als je niet Molina niet kunt omzetten. Echt, wie wil mij dood? Prince the one and only of Aragon. Wel...
Ah, dit gaat dat weer zo leuk maken, want die nu heeft zoveel titels die ik ga moeten afgeven. Waarom wil ik niet... Ik ben er juist mee getrouwd, eigenlijk. Waarom? Oké, okay, 6. Jij wilt met mijn... Oké, dat bericht was snel weg. Koning van Holig Helligrooms Rijk stelde voor met mijn dochter te trouwen. En dat bericht was ineens terug weg. Ja, omdat ik er juist mee getrouwd ben. Ah, Shanks is no longer in sync. Altijd dezelfde zaken, hè. Fuck it. Niks. Altijd dezelfde. Een noos leert die moeilijk, hè. Maar ik kan er niet echt op klagen. Dit is mijn en oorlog aan het vechten. Ja, inderdaad. Ik denk niet dat hem een 7 voor die gaat oversteken. Dat moet hij ook niet doen. Nee? Ik denk dat hij zonder, zonder die andere landjes gaat lukken. Ja. Oké. Okay. Ja, de F-Taking Warscore, dan zit wel 10 jaar bezig, denk ik. Hij toch geen leger op stond. Wat tegen dan zal ik er wel een leger hebben. Prins de Woon. Ah, ik kan niet omhoog doen. Dat moet ik niet hebben. Oh, dat kan ik niet omhoog doen. De hel. Zo. My vessel duke has recognized the Lord. The one and only. Count out of becomes a vessel of... Fuck. No, fuck you. Je hebt echt zo'n manier om je woorden om te gaan heersen. I know. Hoe komt het dat je dochters niet erven heersen? De dochters? Ik denk die naar vrouwen de macht geven, zeg je zot? Nee, we gaan nog een level omhoog met keeps. Yeah, I can build keep level 4. Keepo. Yes, keepo. Why aren't we killing this man? Why is this man still walking around? It is a question I ask myself every now and then. I know. Why the fuck do you even want to... You're 68 years old, just stop giving problems to me. Kalm blijven. Altijd kalm blijven. Jesse, moet ik je even ongelukkig maken? Ik wil mijn doodskansen niet horen zelfs. Oké. Nogthans, niet zo heel veel mensen haten mij echt. Het gaat daar niet over. Waarom haat deze mens mij? Wow, murdered close skin, rival, the fuck? Serieus als? Revoke title. Wait, why is everybody defending his Catalan? He doesn't look Catalan to me. He looks Muslim to me. You are not a moose, you mother. Waarom heeft mijn vrouw nog geen kind gemaakt? Ah, wacht, omdat ze 46 is. Nice. Request divorce. Nou, ik kan ze niet vermoorden, ja. Wel, de paus zou mij toegezegd hier. Paus zou mij toegeven. Ik denk dat ik beter voor mijn eigen kan doen. 18-jarige of wat? Nee, ze is... Ja, ik weet niet, maar ze heeft geen titels of niks zoek. Bye, honey. We had a good time. We had a good run. I am not making myself popular, am I? De vrouw die hebben vroeg al 12 koningen zit. Oh, okay, she's gone. Okay, let's do this, people. Who do we have? You're 12 years old. You're 15 years old. You're 1 year old. What is with all these babies? Oké.
Het probleem is dat ik niet echt hun stats kan zien, zo. De hel. Ah, ik kan met mijn eigen familie trouwen. No, I'm not gonna do that. The fuck is wrong with people? Wat zeg jij, de Duchess of Leon? Wie? Pardon? De Duchess of Leon. Hoe steekt die in elkaar? Jij zegt gerelateerd. Ah! Wie is de Duchess of Leon? Dit is interessant. Wel, die bevat 3 van Philips en landjes. Ja, en? Wel, ik kan me haar trouwen. Ah, ja, zo. Ja, die. De kleine meisje van 12. Ja. Ik denk dat ik zo op een moment ben dat ik stats boven politiek ga laten gaan. Oké. Nu, jij bent 44, zij is 12. Vind je dat nu zelf toch niet net een beetje te... Doe niet moeilijk. En mag ze ze verder, of... Okay. Wacht op mij, geduld. Hoe dichter bij de nul? Niet moeilijk. Waar zit jij? Jij zit daar. Och, maar je bent ook al 38. Dat is ook niet meer zo'n gezegende leeftijd, hè. Jij is 28. Dat u moet nu iets gepoept krijgen. I don't want no barren wife. Ik kan wel wat prestige verliezen, maar... Fuck it. Let's go. Not the prettiest one. But I want the economy. Marry me, you pretty, pretty, pretty coin. Oh yeah, give me the money. Het is echt, echt lelijk. I know, but she gives me... She gives me so much money. I just make a condom amount of coins. Is echt my so god, lelijk. Yes, she's even uglier than the last one. Man, I know. Echt waar. De kinderen zal zo gelukkig zijn, Kappa. Ik pak wel een jonge derne of gasten uit haar zetten. Dat is een kleinkind van... Dat is een kleinkind van mijn chancellor. Mijn heb ik helemaal medelijden mee. Ja. Ach ja, wat doe erom? Niks. Niks. Niks doe erom. Wow, wacht. Waarom is mijn dochter nog niet getrouwd? Is ze wel getrouwd? The fuck? Both of them are married. Yeah, but who isn't? Princess of Aragon. Oké. Waar is die vrouw? Court. Maar... Oh, ze is niet getrouwd. Dat is interessant. Wie is ze niet getrouwd? Een van mijn familiedingen. U want uw dochter zitten bij mij, hè? Ja, helaas. Ik vind het wel jammer dat er geen van de twee uur opgenomen is, eigenlijk. Oh ja, dat is erg, hè. Te veel berichten. Ga allemaal even uit mijn zicht. Daar was ik eigenlijk wel op aan het hopen, moet ik toegeven, yes. Ja, de one in all is dood. Mm-hmm. Want uw kleinzoon is nu ook van mijn dynastie, dat vind ik wel grappig. Wacht, wow, wat gebeurt hier allemaal? Guillaume Ramon de Barcelona has been elected the new Grand Mayor of the Great Republic of Navarra. Ah ja, omdat die dood is. Wait. Oh no, that's another one. Okay, carry on. And everybody knows I killed the man. Great. Fucking great. The great. Ooh, some juicy gossip. Fuck all the juicy gossip. Nu, waar is die madame? Oh, ik zit niet kwaad, dus, hè? Wie in welke madame? Mijn verwante die ik probeer uit te huwelijken.
Matrilineal. What can I get out of you? Weet je, waarom zou ik u eigenlijk iets voor is gecrashed, hè? Nick, waarom doe je zo moeilijk? Ik weet niet, vanavond zit het niet mee. Nee. Trouwens, is... Nee, pauze. Stop. Oké. Ik kan er nu ook wel een keer mee stoppen, want morgen ja, is maar beneden, ik zie het. Ik kon er ook niet wel mee. Goed, en safe kick het hier, mannen. We hebben weer veel vooruitgang gemokt. Ik heb ontdekt dat alles mij haalt. Ik heb mijn rijk iets stabieler gemaakt intern. Ik vind het wel raar dat de man die de slechtste bijnaam mee in zoveel generaties het best doet tot nu toe. Hey, op zich, toen ik dit net zie, ik kon u niet vermoorden. Hè? Als ik je manier van complimenten geven is ook zo... je moet weten dat hij mij vandaag een cadeau heeft gegeven. Ja. Met een fantastische boodschap erop. Wel, ik was schizofreen, maar gelukkig ben ik aan de beter van nu. Ja. Is dat niet van ik was schizofreen, maar wij zijn gelukkig nu? Of zo? Nee, iets van ik ben nu genezen of zoiets. Ah. Ja. Maar het is dezelfde soort boodschap, hè? Het is een t-shirt met daarop. Ah ja, Nieke, die al gezegd tegen Filip van de Zoutreg, of heb je al dat Facebook-ding gemaakt? Ah nee, weet je wat, ik zal dat... Oh man, dat ziet me, hè. Ik zal dat nu nog doen, dat is juist.